Magnesium is een heel belangrijk mineraal waar heel veel mensen een tekort aan hebben. Soms niet altijd meetbaar, maar qua behoefte wel. En wat zijn nou de belangrijkste invalshoeken om aan magnesium te denken? Eigenlijk is het bij uitstek het ontkrampingsmineraal. Dus alles wat met kramp te maken heeft, met spanning. En dan kun je denken aan spierpijn, aan krampen in de kuiten. Dan is magnesium een heel welkom mineraal om daar verlichting in aan te kunnen brengen. Maar er zijn ook mensen die het gebruiken voor hoofdpijn. Ook bij hoofdpijn zien we vaak een soort verkramping ontstaan, waardoor magnesium ontkrampend en juist ontspannend zou kunnen werken. Wat minder bekend is, maar sommige mensen hebben die toepassing al weten te vinden, is het inzetten van magnesium bij slaapbevordering. Mensen die problemen hebben met inslapen, doorslapen, zouden baat kunnen hebben bij magnesium als je het 's avonds inneemt. Dus niet op de dag, maar juist 's avonds inneemt. Daarnaast speelt magnesium een hele belangrijke rol in relatie tot onze energiehuishouding. Dat is een essentieel component waardoor we energie kunnen genereren in ons lichaam. En dus doet het ook iets bij vermoeidheid. We hebben het al eerder gehad over de invloed van stress. Zeker als je wat meer gestrest bent, dan hoef je niet direct kramp te hebben of hoofdpijn. Maar stress aan zich is ook een situatie waar magnesium een goede bijdrage in zou kunnen leveren. Zeker bij mensen die bijvoorbeeld burn-out zijn of te lang zijn doorgegaan. Het hoeft niet zo ernstig te zijn dat je burn-out bent, maar ook als je te lang bent doorgegaan en denkt van hey, ik mis wat energie. Magnesium is ook een stof die de energiehuishouding gunstig kan helpen beïnvloeden, waardoor je wat meer energie voelt.